Nederland is in lockdown. Afgelopen week sloten kappers, vele winkels, sportscholen, theaters hun deuren. En ik wil iedereen die op de een of andere manier door deze lockdown geraakt wordt, veel sterkte toewensen. We doen dit om het aantal besmettingen met het coronavirus te verminderen, want het ging niet goed, ook niet in Culemborg. We doen dit zodat er minder mensen ziek worden, minder mensen kunnen overlijden. En we doen dit om de gezondheidszorg te beschermen. Onze bewegingsvrijheid wordt beperkt. Onze vrijheden worden ingeperkt. Maar we weten waar we het voor doen. En ik roep u dan ook echt op, houd u er alsjeblieft aan. Beperk interacties met andere mensen, ook tijdens de komende feestdagen. En let ook alsjeblieft wat extra op elkaar. Op mensen die eenzaam zijn of in een kwetsbare positie zitten. En heb aandacht voor die ondernemer die ook op allerlei creatieve manieren bezig is om door te kunnen gaan met zijn of haar bedrijf. Er is licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin komt eraan. Het komt goed. Pas goed op uzelf en op elkaar. Dank u wel.